Mijn stem. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe Slender. En vandaag ga ik, Ties, de officiële eigenaar van dit kanaal. Ga Slender spelen. Ja. Dus... What the fuck? Sorry, maar jij bent niet de echte Ties. Wat jammer dat mensen zo met Ties omgaan. Fucking shit. Mensen zijn... Hallo mensen, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Oh yeah. Vandaag is het tijd... om te reageren op iets ouds. We duiken vandaag diep in de... Reno. Hashtag no sponsor. Ik doe mijn brilletje maar weer op om me grappig te voelen of zo. Ik denk dat als we een merchandise vorm in de vorm van deze brillen zouden beginnen... dat die merchandise best wel succesvol zou zijn. Ties bril. En dan zit je met deze swag rond te lopen. Yeah. In ieder geval, dames en heren, vandaag duiken we diep in de oude archieven van mijn oude kanaal. Ties Games. 1 like is 1 euro naar het RIP Ties Games Fonds. Op dit moment, als je dit kijkt, ben ik in Utrecht ergens aan het rondspoken bij de Dutch Juju Gathering. En ik heb er op dit moment hartstikke veel zin in. Wat een beetje een probleem is, is dat ik echt gewoon een paar uur nadat ik thuis kom van de Dutch Juju Gathering, ga ik op vakantie. Hoe ga ik dan ooit video's maken? Zo wat vernukt dat het moment. Ik heb een idee. Hier moet nu zo'n lichtje verschijnen. Ik ga proberen tijdens die vakantie dagelijks te vloggen. Oh shit. Ik heb echt al 10.000 keer geprobeerd om dagelijks te vloggen gewoon in mijn normale leven. Dat was een complete ramp. Nooit meer doen. Dames en heren, let's go. Dit was mijn eerste intro op Ties Games. Dat is mijn vorige kanaal, mocht je niet weten. Voor de duidelijkheid, dit is niet mijn eerste YouTube video, maar dit is mijn eerste video op Ties Games. Dus je kan het soort van zien als mijn eerste video. Let's go. Intro. Gekke intro inderdaad. Oké, dames en heren, nu komt het leukste van de hele video. Dat is mijn stem. Mijn stem is nu ook gewoon echt heel... Hallo mensen van dit kanaal. Welkom bij de allereerste video. Oh, trouwens mensen, even tussendoor. Het is nu weer een dag verder. Ik wil even een shout-out doen. Ik doe niet vaak een shout-out, maar vandaag is een speciale dag. Ik wil namelijk een shout-out doen naar de video van Fifalosophy. Ik zal een linkje in de beschrijving doen. Ik zou zeggen, ga het zeker weten eens uitchecken straks als je deze video hebt afgekeken. Het zag er echt super vet uit. Maar goed, door naar de video. Ja, in deze video ga ik me eventjes... voorstellen, dat lijkt me wel zo netjes. Ik ben Ties, een jongen van 13 jaar. 13 jaar! 13 jaar! Jongens, dit is het bewijs dat ik 16 ben. Want dit was 3 jaar geleden. 3 jaar en 2 maanden later zit je hier met fucking 380.000 mensen die meekijken. Oh, fuck. Oh, shit. Ik scheld te veel in mijn video's, hè. Ja. Sorry, ouders van jullie kinderen als jullie dit kijken en jullie zijn nu boos op mij. Ik kom uit Limburg, dat hoor je misschien ook wel aan mijn zachte G. Ik kom uit Limburg, dat horen jullie misschien ook wel aan mijn zachte G. Mijn accent is ook veranderd, geef toe. Voordat ik info ga geven over dit kanaal, ik vlieg rond door de creative wereld. Er komt misschien ook nog van andere mensen, komen er gastrollen. Gastrollen! Mijn kanaal had 0 abonnees. Eliminatie confirmed. Ik had op dat moment 0 abonnees. Dan komen misschien gastrollen aan. Wie wil er nou een gastrol op een kanaal met 0 abonnees? Van mijn vriend Stan komt er een Call of Duty Black. Van mijn vriend Stan! Stan, als je dit kijkt, hit me up op Facebook. Oh shit, Stan. Ik heb al zo lang niet meer met hem gepraat. Stan was echt de best friend van mij. Met hem ben ik met YouTube begonnen bijna. Oh shit. Ik zag hem laatst. En ik zei, hey Stan. En hij keek. En hij keek langer. En nog langer. Geen reactie. En toen draaide hij zich weer om en toen ging hij weer verder met zijn ding, skateboarden. Ik vond het zo chill om toen Stan te zien. Gewoon mijn YouTube vriend. Gewoon waar alles is begonnen. Oh shit, dat is zo gaaf. En ik zeg echt te vaak, oh shit. Oh shit. Nou, wat komt er nog meer? Slender. Slender! Ha. Slender was 3 jaar geleden de hype op YouTube. Elke YouTuber heet Slenderman. Dat is zo'n vaag horrorspel wat totaal niet eng is. Er is op YouTube nog een video van mij, van Slender, op mijn hele oude kanaal. Dat is met Stan. Oh, nee, joh. Oh, dit zijn nog oude video's van mij. Oh. Kingdom sollicitatie. Je ging me solliciteren voor de Kingdom. Er zijn letterlijk 245 mensen geabonneerd op dit kanaal. Verwachten jullie echt dat hier nog iets op geüpload wordt? Kijk op welke kanalen ik hier geabonneerd was. Mertabi, Bardo, dit is Milan, Dylan Hagens, Jamal. Dit is mijn eerste YouTube kanaal. Gerelateerde kanalen. Heftig.
Waarom heb ik in godsnaam deze video's verwijderd? Het enige wat nog bestaat van dit kanaal is de naam Ties208-1999. Dat is mijn geboortedatum. En het logo. Het logo bestaat ook nog. Dat is het enige wat is bijgebleven van die tijd. Ik drijf helemaal af. We waren gebleven bij Slender. Dit is met mijn vriend Stan, hè. Kijk, weer die intro. Oh shit, dat staat veel te... Hallo mensen, welkom bij een nieuwe Slender. En vandaag ga ik, Ties, eigenlijk de officiële eigenaar van dit kanaal. We gaan Slender spelen. Ja. Dus... What the fuck? We gaan Slender spelen. Stan. Ik vind het eigenlijk best wel eng, maar na 2 keer schijnt het toch wel minder te zijn. Laat kijk, de lag in deze video. Je kan het niet eens volgen. Hoe kan je dit eng vinden? Ja, kijk, dit is de hoek van het hek. Holy shit. Dit is de hoek van het hek. Oh shit, interessant. Ja. Dit is toch Ties zijn nieuwe kanaal, of niet? Mijn geloof in de samenleving is compleet weggevaagd. Dit is Ties niet. Sorry, maar jij bent niet de echte Ties. Wat jammer dat mensen zo met Ties omgaan. Fucking shit, mensen zijn... Ik hou me in. Dit is niet de echte Ties. Want de echte Ties kent geen Stan. Jullie moesten weten, jongens. Oké, maar we waren hier gebleven. Mijn allereerste YouTube-video. Dat ga je nog wel zien. Ja, en nog van allerlei andere... Dit is zo fucking saai. Ik ga allemaal shit opnoemen die op mijn kanaal komt, maar het boeit echt niet. Het boeit niemand wat op dat kanaal zou komen. Even serieus. Ja, dan komt Happy Wheels op dit kanaal en Survival. En Black Ops 3 van mijn vriend Stan. Oké, nobody gives a fuck, Ties. Maar ja, wist ik veel. Ik wist toch helemaal niet hoe YouTube in elkaar zat. Ik wist nooit net hoe ik een video moest uploaden. Abonneer alsjeblieft, want ja, zonder abonnees ga ik natuurlijk niet verder. Oh shit! Abonneer alsjeblieft, want ja, zonder abonnees ga ik natuurlijk niet verder. Dames en heren, met die instelling moet je niet beginnen. Zien jullie de volgende keer bij een nieuwe video. Later. Later. Oh, outro! Shit! Dames en heren, wat heftig. Dit was leuk. Shout-out naar mijn vader die dit allemaal heeft opgeslagen op cd. Zonder hem had ik nu echt gewoon 0 video's die waren bijgebleven van Ties Games. Dus dit is echt heel waardevol. Voor mij in ieder geval. Ik ben in ieder geval jullie allemaal stuk voor stuk super dankbaar. Gewoon, het is echt een onbeschrijfelijk iets. Ik besef het me allemaal niet. Het is allemaal gewoon op me afgekomen in een paar jaar. En ja... Dames en heren, dit was de video. Ik hoop dat jullie hem super leuk vonden. Ik vond het super leuk om op te nemen. Ik heb alleen niet zoveel tijd om deze video te bewerken. Dus ja, dat is best wel kut. Ik heb super veel zin in de Dutch YouTube Gathering. Ik ben heel benieuwd hoe mijn dagelijkse vlog gaat uitpakken. Waarschijnlijk gaat het echt gewoon de grootste ramp zijn. Want ik ben echt slecht in dagelijks vloggen. Ik hoop dat het internet daar maar goed is. Ik bedoel, het is Zuid-Frankrijk. Is het internet daar goed? Laat het even achter in de comments. Er zullen vast wel veel mensen zijn die naar Zuid-Frankrijk gaan op vakantie vaak. Shit, hele mond vol. Dames en heren, ik praat altijd te veel om mijn outro's. Het boeit echt niemand. Dus tot de volgende keer. Later!